Ouders met verslavingsproblematiek, het uiteindelijk het overlijden van een ouder, het, ja, toch ook het overleven van seksueel misbruik. Tegelijkertijd zie ik ook een toenemend aantal suïcidepogingen. Hoogbegaafdheid. Het is soms een zegen, maar vaak blijkt het juist een vloek. Veel hoogbegaafden lopen compleet vast in hun leven. Wanneer zij aankloppen bij de zorg voor hulp, is die er vaak niet of worden er verkeerde diagnoses gesteld. Ik was 34, toen liep ik helemaal stuk in de GGZ. Sinds wanneer heb jij dat besef gekregen? Heeft het een halve eeuw geduurd? Het kan heel fijn zijn dat je hoogbegaafd bent. Kan je heel snel denken, kan je creatief zijn. Kan je hele lastige problemen opzoeken. Tegelijkertijd kan je ook een heel intens, mooi en gevoelig mens zijn. Aan de andere kant kan het ook zo ontzettend complex zijn dat je niet gezien wordt, niet erkend wordt, waardoor je bijvoorbeeld in je jeugd alleen al vastloopt. Kleuterschool eigenlijk al was ik een misfit. En ik vond echt, we moesten prikken en plakken, nou echt met alle respect. Ik had toen geen idee waar dat vandaan kwam, ik vond het belachelijk. Ze denken heel vaak, hoogbegaafde mensen, die zijn slim, die redden het wel, die kunnen hebben een prachtig praatje en ze kunnen hun eigen zaken wel regelen. Het tegendeel is waar. Pas 3 jaar geleden adviseerde een psycholoog Natasja een intelligentieonderzoek. Nou, dat verraste me. Ik wist inmiddels dat ik slim en snel was. Ondanks dat mijn basisschool mij zwak begaafd had gediagnosticeerd. Ik ben op haar voorstel ingegaan en toen kwam daar een hoogbegaafdheid uit. En ja, toen is voor mij mijn wereld op zijn kop gegaan. En nooit meer hetzelfde geworden. Pas toen kon ik het omarmen. En kon ik ook terugkijken en denken van oké, ik snap nu waarom het leven dat ik heb geleid echt heel erg onprettig was. Maar waardoor ik er ook altijd het beste uit heb kunnen halen. Tot op de dag van vandaag. En dat leven ging inderdaad niet over rozen. Ik heb een hele rommelige jeugd gehad met heel veel pech. Ouders met verslavingsproblematiek, uiteindelijk het overlijden van een ouder. Toch ook het overleven van seksueel misbruik en... verwaarlozing en in jeugdzorg terechtgekomen, uiteindelijk zelf verslaafd en dakloos. Dat is heel kort opgezond. Ik denk, heel gechargeerd, dat mijn hoogbegaafdheid altijd mijn reet heeft gered. In de zin dat ik niet aan mijn problemen onderdoor ben gegaan. Want ik ben een heel inventief kind geweest, die ook ondanks de problemen best wel de hoofd boven water wist te houden. Ik was 6 toen ik een soort van voor mezelf zorgde. En dat kon ik eigenlijk best wel goed. Op school presteerde ik totaal niet, terwijl in het leven waar ik aan het overleven was, wist ik het eigenlijk best wel goed te doen en kon ik ook voor mijn vader zorgen die 's nachts thuis kwam. Hoe maakt hoogbegaafdheid nu dat je op zo'n manier dan vastloopt en met een, misschien wel met een vraag bij de GGZ komt? Ja, omdat je zo ontzettend complex kan denken, je kan allerlei problemen in de hele wereld op verschillende lagen kan je overzien. Dat komt gigantisch intens binnen. Qua emotionaliteit kan je dat ook helemaal overvloeien. Daardoor weet je het gewoon niet meer. En kunnen mensen denken, ik maak een einde aan hun leven. Of denken mensen van, wie ben ik allemaal? Of denken mensen van, ook door wat er van de buitenwereld tegen hen gezegd wordt. Volgens mij heb ik autisme. Ik ga naar de huisarts. Nou, kom je op een gegeven moment bij de GGZ. Kom je bij een psychiater die jou een diagnose gaat geven. Die heeft ervoor gestudeerd om via de DSM, hè, ik zeg altijd dat is zeg maar de psychiatriebijbel, allemaal lijstjes af te lopen, standaardlijstjes. En dan krijgt iemand een diagnose van autisme of ADHD bijvoorbeeld. Je hebt over 13 psychiatrische diagnoses, nooit heeft iemand een hoogbegaafdheid gedacht. Nee. Was dat dan niet heel lastig? Ja, het is verschrikkelijk lastig en dat is iets waar ik vandaag de dag, ik weet nu 3 jaar iets langer dat ik hoogbegaafd ben, dat draag je wel mee. Want je hebt natuurlijk ook een beeld van jezelf gevormd en je gaat op een gegeven moment als men jou bestempelt als borderliner, als ADHD'er, als iemand met posttraumatische stress, een antisociale gedragsstoornis, een theatrale stoornis, een dissociatieve stoornis. Je gaat helemaal als hoogbegaafde oplossingen zoeken in het probleem. Dus je gaat zitten lezen, je gaat zitten graven. Wat is er aan de hand? Dat geldt voor iedereen, van elk intelligentieniveau. Je vindt je oplossing nooit in het probleem. Dus toen bleek dat ik gewoon slim was, snel was, complex was, intens was, kon ik in 1 keer buiten al die diagnoses gaan zoeken en buiten mijn problematiek. En werd ik gewoon een ander mens en kon ik mezelf als veel volwaardiger zien. En ondanks de moeite die een hoogbegaafdheid soms met zich meebrengt, en dat is vooral in sociale aspect.
ja, is het voor mij pure rijkdom. En ben ik dus nu eindelijk voor het eerst in mijn leven echt zo blij en gelukkig. Naar schatting is ongeveer 2,5% van de bevolking hoogbegaafd. 5-10% vertoont er kenmerken van. Er zijn onderzoeken geweest waaruit blijkt dat van die 2,5% of van die 5-10%, dat daar 40% van problematisch is. Die ervaren echt problematieken die we zojuist geschetst hebben. Tegelijkertijd zijn er ook een aantal mensen die weten niet dat ze hoogbegaafd zijn, maar die lopen wel tegen allerlei dingen aan. In mijn geval is in ieder geval een heel belangrijke drijfveer, en dat zal anderen ook waarschijnlijk wel herkennen, dat je, ik zal maar zeggen, een soort moreel kompas, het goede willen doen. Ik heb aardig wat carrièrewisselingen gehad en eigenlijk is mijn handschrift ongeveer, zet mij waar dan ook maar neer, na 3 maanden ga ik je vertellen hoe het veel beter kan. En alleen dus, ik heb altijd gelijk. Alleen dat is voor leidinggevende, voor je directe collega's, is dat altijd een challenge om daarmee om te gaan. Dat is een vermogen wat niet veel mensen hebben, dus je bent altijd een soort, ja, ik zou bijna zeggen, buitenstaander. Ja, maar dat is ook wat, dat je eigenlijk 50 jaar lang het gevoel hebt dat je niemand hebt waar je echt mee kon sparren. Ja, klopt. Ja. Heb je niet. Nee. En toen Arthur eenmaal aan de bel trok omdat hij vastliep, was er niemand die hem kon helpen. Dat jij eindelijk eens een keer aan dat punt bent dat je denkt, mag ik nou eens mijn hand ophouden? En kan iemand mij nou eens redden? Nee, dat is, als je het over eenzaamheid hebt, dat is eenzaam. Als je mij vraagt, ben ik ooit voor mijn gevoel aan de grens van mijn vermogens geweest? Nee, zeg ik dan. Ik denk dat dat een dieselmotortje is die nog steeds op 75-80% heeft gedraaid. Maar toch kom je op enig moment wel eens in nieuw terrein. En dat nieuwe terrein vind ik altijd leuk, want ik hou van nieuw terrein. Ik zoek nieuw terrein ook op. Maar kom ik in dat nieuwe terrein op een punt dat ik denk van, nou heb ik even iemand nodig? Nou, dan is de wereld zo eenzaam. Op dit moment ziet Larinda de problemen eigenlijk alleen maar groter worden. Mensen kunnen op een gegeven moment ook echt op straat belanden, dat ze onvoldoende financiën hebben, dat ze zich totaal niet meer kunnen redden, dat ze dakloos worden op een gegeven moment. Kunnen mensen heel erg verslaafd raken, maar tegelijkertijd zie ik ook een toenemend aantal suïcidepogingen. Terwijl dit allemaal mensen zijn die juist zoveel voor de maatschappij kunnen betekenen. Zeker weten, zeker weten. Als zij gekend en gezien worden in hun talent, in wat ze hebben, in wie ze echt zijn, dan kunnen ze ook echt van hele grote maatschappelijke waarde zijn. Wat er voor nodig is om dat te bereiken? Wat er in ieder geval mist, is een kennis. Kennis over hoogbegaafdheid, hoe complex het is, en kennis om het te identificeren. Want in de DSM denken we in vaste patronen, vaste labels. Alleen je hebt meer factoren, multidimensionale modellen heb je nodig om al die verschillen per persoon, om het allemaal na te gaan. En wat ik ook ontzettend mis is, er zijn beproefde methodieken, beproefde therapieën die werken bij hoogbegaafde volwassenen. En wat ik heel jammer vind is, ik heb ook jaren in de zorg gewerkt, dat wordt niet vergoed. En dat vind ik echt een hele kwalijke zaak. Dan had ik misschien minder problemen gehad met bijvoorbeeld emoties verwerken. Had ik misschien nooit verslaafd geraakt. Dan denk ik dat de grote problemen die zich kenmerken in de psychiatrie, dat ik daar wel voor weg had kunnen duiken. Ja.